En hij gaat voor een Dazzling Gleam en die is gewoon super effectief. Yo, oké. We moeten de gymleaders serieus nemen. We moeten niet gek gaan doen. We moeten ze gewoon bieden. Kijk, en ja. Oh, daar gaat Blade. Yo, Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe Pokémon Shining Pearl video. Ik heb het nog steeds koud. In de vorige video waren we in de Underground en nu zijn we in Eterna City. Om even te kijken wat we hier allemaal kunnen gaan doen, jongens. Kunnen we bijvoorbeeld even een fietsie scoren? Nee, volgens mij niet. Want de fietsenmaker is in de Team Galactic building. Dus we moeten even de Team Galactic building gaan zoeken. Welke was daar ook alweer? Is dat deze? Dit is de gym, toch? Ja, de gymleader is Gardenia hier. Gardenia wacht in de achtergrond. Oh, we kunnen dit gewoon nog gaan doen. Oh, joh. Let's go. Let's do this. We hebben een volledig team. We hebben in de vorige video een Absol gevangen. En als je Absol tof vindt, doe het duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En zet het belletje aan voor alle meldingen, zodat je geen video mist. Maar, welke Pokémon zou jij nou graag nog willen zien in mijn team? Daar ben ik wel benieuwd naar. En de andere vraag is dan, wie moet er weg uit mijn team? We moeten nu even alle andere trainers gaan zoeken die hier ergens moeten zijn. En die moeten we allemaal eerst zien te verslaan, voordat we pas de gymleader mogen verslaan. En daar is Caroline. En die heeft een Cherubi. Ja, kijk, de eerste gym is misschien een beetje lastig met een vuurtype Pokémon. Ja, behalve dat Monferno gewoon lekker fighting attacks gaan leren. Daardoor konden we de eerste gym goed pakken. Deze gym lijkt me niet zo moeilijk, omdat ja, ik heb gewoon Flamewheel en ik ga iedereen kapot flamewheelen hier. Al die gras Pokémon, die gaan gewoon allemaal kapot door mijn Flamewheel. Dus ja, hè? Slakhorn is ondertussen level 14. Ja, en Blade is toch ook al gewoon 18. Die hebben we op level 18 gevangen, dus dat is super chill. Dan moeten we nu tegen Roselia, de evolutie van een Bidoof. Ik heb nog even getwijfeld om toch Bidoof in mijn team te doen. En hem dan uiteindelijk te evolueren naar Roserade, want dat is op zich best een prima Pokémon. Maar ja, omdat we die dus in Pokémon Sword and Shield de Baby Challenge hebben gebruikt, toch maar geen Bidoof. Simba gaat nu ook al naar level 21. Ja, en eigenlijk is de helft van mijn team volledig waardeloos in deze gym. Alleen Abu kan wat doen. Blade zou misschien wat kunnen doen. En eventueel Simba. Maar dan houdt het ook wel op. De rest wordt allemaal kapot gemaakt. Dus ja, dan moet Abu maar gewoon alles slopen. Let's go, let's go. We moeten hier naartoe. Volgens mij werd gezegd. Ja, hier staat de volgende trainer. Die tweede badge is van ons, jongen. Ik kan het voelen. Dit moet lukken. Dit kan niet fout gaan. We moeten tegen Aroma Lady Jenna. En die heeft dus een Bidoof. Ik denk dat als je een Fire-type Pokémon hebt gevangen. Want je kan ook een Houndoom vangen in de Grand Underground. Dat heb je in de vorige video kunnen zien. Ja, dan moet deze gym eigenlijk niet zo heel veel problemen opleveren. Zeker niet als ze alleen maar Bidoof hebben. Dan moet het helemaal een eitje zijn. Boom! Als laatste heb je nog een Bidoof. Ach, arme mevrouw. Heb je alleen maar Bidoofs? Kon Gardenia niet even een betere gras-Pokémon voor jou fixen, joh? Ik vind het een beetje zielig eigenlijk. Oh. Blade gaat naar level 19. Ik zou Blade eigenlijk best wel eens uit willen proberen. Eens even kijken wat hij allemaal kan. Zullen we dat gaan doen? Hoppakee, Blade op de eerste plek. Gaan we eens even met onze Absol battelen. Dus even kijken wat die kan hoor. Die moet tegen Angela. En die heeft een Turtwig. Kijk, Angela heeft wel een fatsoenlijke Pokémon. Turtwiggy. Kom op Blade, let's go. Wat heb ik allemaal? Ik heb Play Rough, ik heb Knock Off, Detect en Double Team. Nou, ik ga nu even voor Play Rough, let's go. Eens even kijken wat dat doet. Zo, dat doet best wel pijn. Nice. Volgens mij is deze Absol wel oké. Volgens mij gaan we hier wel blij mee zijn, jongens. Kijk, hoppakee, knock-off en Turtwig is al weg. Heerlijk. Oké, soepel. En Slakhorn gaat alweer naar level 15. Zijn attack is niet zo heel best zo te zien. Slakhorn wil wel waterpuls leren. Dat gaan we ook wel doen. In plaats van waterpistool. Zo, nou Angela, bedankt voor deze battle. Volgens mij moeten we nu nog één trainer in deze gym verslaan. En dan mogen we tegen Gardenia gaan opnemen. En die staat hier. Welke Pokémon heb jij allemaal, Lindsay? En laat maar zien, Roselia. Alright. Die hebben we net ook al verslagen. Dit kunnen we. Play Rough is alleen not very effective. Dus we moeten het met knock-off gaan doen. Maar die doet... Oh, zo dan! Ik ben alleen wel gepoisoned. Maar jeetje, knock-off doet echt superveel pijn. Dit is wel sick hoor, dat we deze Absol hebben gevonden in de Grand Underground. Volgens mij is dat best wel een zeldzame Pokémon. En dat was volgens mij gelijk al in de eerste kamer waar we naar binnen gingen. Oké, weet je wat? We laten Absol gewoon beginnen in deze battle tegen Gardenia. We gaan het gewoon proberen. We gaan kijken of Absol dit kan. Yo, Gardenia. Dit gymleader. En ze zegt, toen ik je voor het eerst zag, toen wist ik al dat jij je weg naar mij wel ging vinden. Je hebt een soort van winnende aura om je heen. Dit wordt leuk. Laten we deze battle gaan doen. Laten we het gaan doen, Gardenia. Ik heb er zin in. En ik ga dus gewoon lekker beginnen met Absol. Eens even kijken wat Absol kan. En Absol mag het als eerst gaan opnemen tegen Cherubi.
Oké, let's go. Oh, ik mis Play Rough. Ik mis gewoon met mijn aanval. En hij gaat voor een Dazzling Gleam. En die is gewoon super effective. Yo. Oké. We moeten de gym leader serieus nemen. We moeten niet gek gaan doen. We moeten ze gewoon bieden. Kijk, en ja. Oh, daar gaat Blade. Oké. Het doet me wel een beetje pijn. Want dit is geen Nuzlocke-serie. Maar ik wil het soort van benaderen als een Nuzlocke-serie. En dan zie je maar weer. In een Nuzlocke-serie is geen tijd om arrogant te worden. Je moet altijd scherp blijven. Vooral tegen de gymleaders. Epsom mag gewoon mee blijven doen. Want het is geen Nuzlocke. Maar jeetje, het zou je maar gebeuren, hè, dat het wel een Nuzlocke was. Dan hadden we gewoon natuurlijk Monferno in moeten zetten. Want Monferno kan als het goed is gewoon langs al deze gekke gras-Pokémon blazen. Het is wel balen eigenlijk dat Blade nu geen XP krijgt. Oké, de volgende is Turtwig, jongens. Ah, ik gebruik de verkeerde move. Ik druk de verkeerde kant op. Wat stom. Ik ben volledig aan het falen, maar ik boost wel mijn attack. Dus dat is top. Razor Leaf zal niet heel erg effectief zijn. Ah, dit gaan we sowieso niet verliezen, jongens. Let's go Flame Wheel. Ja, en dan is Turtwig hier weg. Hoppakee, lekker. Er moet er nog één Pokémon verslaan van Gardenia. En dat is Roserade. En over Roserade zat ik dus wel te twijfelen of ik die uiteindelijk niet misschien in mijn team zou willen doen. Want Roserade is best wel nice. Alleen die heeft natuurlijk helemaal geen kans tegen Monferno. Tegen onze Abu. Ik bedoel Flame Wheel. En dan hoppakee in één keer. Roserade is level 22. Maar dat maakt helemaal niks uit. Roserade is gewoon down. Hoppakee. Ja, en Blade had hier gewoon bij moeten zijn. Want dan ging hij ook een level omhoog. Potverdorie. Onix wil Rock Slide leren. Ja, helemaal prima joh. Laten we dat doen. Simba gaat ook al naar level 22. Die gaat zo hard. En Slughorn gaat naar level 16. En dan krijgen wij de tweede badge van Gardenia. Yay. En Gardenia is er zelf ook gewoon blij mee. Gardenia is super sportief. Ze zegt, je bent echt super sterk. Was het niet moeilijk om je Pokémon zo goed te trainen? Ja, ik denk dat het gewoon komt omdat je van je Pokémon houdt. En daarom geef ik je met trots deze badge, de grasbadge. Lekker, man. Hoppakee. Ja, deze ging wel makkelijk. Deze ging super chill. Die hebben we gewoon hoppakee in de pocket, jongen. De tweede. En nu kunnen we Cut gebruiken buiten de battles. Dus dat is nice. We krijgen nog een TM86. En dat is Grass Knot. En die is wel nice. Want hoe zwaarder je tegenstander is, hoe meer damage deze move doet. En dat is echt super lekker. Oké, dus nu kunnen we naar dat gebouw, als het goed is. Hier zo, naar Team Galactic Building. Dit is Cynthia, hè? Yo, Cynthia! Die zegt, oh, is dat een Pokédex? Dan zal het zo zijn dat je professor Rowan aan het helpen bent. En ja, dit is Cynthia, jongen. Wat vet. En ze zegt, ik ben een trainer, net als jij. Oh, maar Cynthia, jij bent wel even een supergoeie trainer, hè? En ze zegt, hier in Eterna City is een beeld van een hele oude Pokémon. En volgens de mythes is het een hele sterke Pokémon. Ja, wie weet kom je hem ooit wel een keer tegen, zo'n soort Pokémon. En probeer om dit te gebruiken, want dit gaat jou helpen. TM93. En nu kunnen we dus die boompjes weghalen. Oké, nou, thanks Cynthia. Bedankt voor je hulp. En tot de volgende keer, joh. Wat vet. Hoppakee, haal dit boompje weg. En het is weer Bidoof die ons komt helpen. Lekker. Daarvoor hoef je dus Bidoof niet in je team te hebben. Oh, hier kunnen we ook nog een boompje weghalen. Ja, volgens mij lag hier nog iets. Hierachter ergens. Kijk. TM46. Thief. En hier is dat beeld trouwens, hieronder. En dat is een beeldje van Dialga. Ligt hier nog meer? Nee, dat was het. Yo, Team Galactic, ik kom eraan, jongen. Deze gast zegt, oh, ben je hier om een Pokémon te doneren? Nee? Nou, dan moet je maar eens even lekker opzouten. Nou, of niet. Ik ga gewoon naar boven, jongen. Wat denken jullie? Wat denken jullie nou, Team Galactic? Kom dan. Kom dan. Ik battle jullie allebei tegelijk. Kom maar. Wat hebben jullie? Kom maar. Een Wurmple en een Zubat. Dik episch. Ik heb hier Abu en Rocky. Onix. Mag ook weer een keer wat doen. Gaat helemaal goed komen dit, jongen. Flamewieltje op Wurmple. Dikke doei. Dikke mazzel. En Onix doet een Rock Slide. En die mist. Nou mag je een keer wat doen, Onix. Hè? En nou mis je gelijk. Het is toch jammer, hè. Dit is wel spijtig. Het is overigens wel de reden waarom ik bijna nooit moves gebruik die niet gewoon 100% kans hebben om te raken. Ik vind dat zo naar als je dan net mist. Het gebeurde net met Absol ook in de gym. En daardoor ging Absol uiteindelijk down. In een Nuzlocke moet je nooit zulke moves gebruiken. Is te veel risico. Kijk, hoppakee, Rockslide. En Zubat is wel weg. Dus als het lukt, gaat het gewoon goed. Doei. Hoppakee. Abu en Slughorn. Beiden een level omhoog. Abu gaat al naar 25. Calamiao doet even fake out. En ik doe even Flame Wheel. Mijn favoriete move in deze serie tot nu toe.
Want die sloopt iedereen. Zo, mag ik er nu gewoon door? Ik bedoel, we hebben nu onze battle gehad. Het is niet heel veel wat je kan doen om mij tegen te houden. Zet ik nu Simba even op de eerste plek. Dan kunnen we Simba even gaan trainen. Zitten jullie lekker hier allemaal achter de computer te chillen, joh? Ik zag je wel intikken net, Pokémon Type Chart, om te kijken welke Pokémon sterk zijn tegen mijn Pokémon. Ja, ik zag het wel, jongen. Doe ik nooit, hoor. Doe ik nooit. Let's go, Simba! Lekker gedaan, hoor. Lekker gedaan. Blade gaat nu naar leveltje 20. En zijn attack is echt onwijs hoog. Moet je zien, 64 op attack. Jeetje. Deze Pokémon moet je echt gebruiken om keihard aan te vallen. Hij wil taunt leren. Dat gaan we niet doen. Hij moet gewoon alleen maar aanvallen leren. Hoppakee. En Zubat wordt ook gesloopt. Ik heb een goed team, hoor, jongens. Best kans dat ik nog wat ga veranderen in mijn team, omdat ik een andere Pokémon cooler vind of zo. Maar we hebben nu wel een lekker teampie. Oh, hier zit nog iemand achter zijn computer die wel wil battelen. Met een silicoon. Spark. Hoppa. Niet eens super effective, maar we gaan gewoon keihard. Ja, joh. Dat is schrik, hè. Ben je gewoon verslagen, joh. Nou, ik ga nog een etage naar boven, ja? Tralalalala. En zij zegt ook, nou, we vinden het super aardig. Mensen die hun Pokémon komen doneren. Ik kom niet doneren, jongen. Jullie zijn niet goed, joh. Met jullie wurmpotjes en zoebedjes en zo. Gaat wel echt heel makkelijk allemaal. Wel cool om zo'n partner Pokémon te hebben. Dit zou best wel een leuke partner Pokémon zijn. Gewoon lekker zo'n leeuw die langs je loopt en zo. I like Simba. Rocky gaat naar leveltje 21 en heeft al 71 op defense. Ook wel ziek. En volgens mij wil deze onderzoeker ook gaan battelen. Je denkt altijd dat je onderzoekers moet redden, maar deze wil gewoon meedoen. Hij zegt onze missie is om gewoon dingen te doen zonder te vragen. Allemaal voor de nieuwe wereld die onze baas kan leiden. Nou, ik zal hem laten leiden. Alleen met een lange ei in plaats van een korte ei. Komt wel eventjes aan met een kadabraatje. Kijk, hij heeft wel een serieuzere poot. Pokémon meegenomen. Ik ga eens even lekker bijten. Want dat is super effectief. Yo, later Kadabra. Goeie poging wel, maar helaas. Ja, je had wel een vette Pokémon meegenomen. Maar je had er even meer dan eentje mee moeten nemen. Zijn we nu al boven? Ja, kijk, nu zijn we boven. En hier is de eigenaar van de fietsenwinkel, denk ik. En die staat hier te praten met een mevrouwtje. Hallo mevrouwtje. Dat is weer een nieuwe commander. Die zegt, hey, wat wil je? Ah, stom van mij om dat te vragen. Je wil de Pokémon verrijden, maar dat gaat mooi niet gebeuren. Dat gaat mooi wel gebeuren, mevrouw de commander. Ik heb de vorige commander ook verslagen. En jou ga ik keihard verslaan, Jupiter. Kom op, maar je bent toch geen commander met een Zubat? Nou, dan meme je jezelf toch gewoon, of niet? Jeetje, joh. Beter is je tweede Pokémon beter. Donald gaat nu naar leveltje 21. En die wil Screech leren. En dat gaan wij niet doen. Want dat is een vrij nutteloze move. Skuntank. Eens even kijken. Ik denk dat Slughorn nog een beetje te laag level is eigenlijk. Maar we gaan het toch gewoon proberen. Go, Slughorn! Skuntank is level 20. Mijn Shellosje is nog maar level 17. En ik ga Mudslap proberen. Skuntank gaat voor Poison Gas. Dus die gaat mij poisonen. Kom op, jongen. Je eerste battle is dit. Let's go. Mudslap. Oké. Okay. Het is super effective. Maar dat deed niet veel pijn. Oké, okay, je mag terugkomen. Ik bedoel, jij moet eerst gewoon even evalueren. En dan word je sterk, joh. Dus ik gun je even de tijd, Slughorn. Laat het maar even over aan Rocky. Jeetje, Snarl. Oké, okay, let's go, Rockslide. En waarom raak je me de hele tijd met Snarl? Hou eens op, joh. Vervelend ventje. Ik dacht het wordt een prooi, joh. Dat wordt hartstikke makkelijk met Onix. Maar nee. Ik ga nu even het grovere geschut uit de kast halen. Ik ben er nu zat. Ik dacht Onix gaat het fixen. Maar Onix ging het niet fixen. Want Skuntank die deed lekker special attackies. En kijk, Abu. Ja. Abu is wel een beetje beter volgens mij dan Onix. Let's go Flame Wheel. Pak hem! Skuntank heeft wel een goede verdediging. En een berry heeft hij ook nog. Dit gaat even lekker vreten. Tuurlijk joh, tuurlijk. Oh, je gaat mijn api ook even poisonen. Je wil het zo spelen. Skuntank is wel een goede Pokémon. Dat heb ik ook wel eens gebruikt in een playthrough. Vind ik heel fijn. Maar daar heb ik nu geen boodschap aan. Want we moeten deze commander even nakken. En we hebben hierna nog één Flame Wheel nodig. En dan is het klaar. Dus overleef deze Snarl en deze poison even. Abu! En dan hebben we deze commander Jupiter ook even een poepie laten ruiken. Ik denk dat als deze Skuntank een poepie laat, dat ze letterlijk ook Jupiter nu vergast. Ik denk dat Jupiter het niet fijn vindt als haar Pokémon nu een keiharde scheet laat. Nadat ik hem heb geraakt. Of de... Oh, Aftermath. Ik overleef het, gelukkig. Dat is ook heel naar. Die Aftermath die zorgt ervoor dat als hij down gaat, dat ik nog damage krijg. Heel vervelend. Slughorn gaat lekker naar leveltje 18. En Jupiter is gone. Ze zegt, nou ja, het is oké. Onze officiële Pokémon statue, Pokémon beeld onderzoek is al klaar. En Mars heeft al genoeg energie uit de Valley Windworks gepakt. We zijn hier klaar. En ik vertel je nog één ding. Onze baas is de mythes van de ancient Pokémon aan het
het onderzoeken. En met de kracht van de mythische Pokémon zal hij de sterkste worden in heel Sinnoh. Nou, dat moeten we nog maar eens zien, vriend. Vriendin. En deze meneer zegt, ik heb mijn Clefairy terug dankzij jou. Ze wilde mijn Clefairy hebben omdat Clefairy uit de ruimte komt. Ah, graag gedaan, jongen. We moeten even langs de fietsenwinkel. Het is wel helemaal verlaten nu. Dit was dus Team Galactic's hideout, maar die zijn met de Noorderzon vertrokken. Dat is dan een mooi renovatieprojectje. En dan gaan we even een fietsje ophalen, hoor. Yo! We mogen even met hem meelopen. En we kunnen een kleurtje zoeken voor onze fiets. Nou, natuurlijk willen wij een gele fiets. Kijk, dit is episch. Dit is episch. Ja, vet hoor. Kijk ons gaan op onze fiets. Mop. Hier is nog het epische beeld van Dialga. En met deze fiets kunnen we weer door. En misschien wel weer een nieuwe Pokémon gaan zoeken op deze route. Doe een duimpje omhoog als je dit nog steeds een vette serie vindt. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat even. Zet het belletje aan. En dan mis je geen enkele video. En dan zie ik je gewoon bij de volgende spannende aflevering. Mazzel!